Welkom. Welkom. Wat goed dat u, dat jij, dat jullie er zijn. Dat jullie meekijken, dat jullie meeluisteren en meedoen. Waar u ook bent thuis, elders, samen met anderen, alleen. We zijn verbonden op deze bijzondere avond. En dat is op zich al bijzonder. In coronatijden zijn we meer op onszelf aangewezen. Maar soms, op momenten, kunnen we ook samen zijn, virtueel of niet. Samen omdat we ons niet neerleggen bij alles wat niet kan. Samen omdat we blijven zoeken wat we voor elkaar en de wereld kunnen betekenen. Samen omdat we ons verbonden weten, opdat we ons blijven verwonderen. En verwonderen, dat kunnen we weer vanavond. Opnieuw, elke keer weer. Over dat kleine mensje, geboren in een stal, in een voederbak, achteraf, arm en naakt. Geen computer, niet verbonden via internet, niet samen, of toch wel? Misschien wel, want het verhaal vertelt van de ster, van de engelen, de herders. Ze verwonderden zich, ze voelden zich verbonden en ze gingen op pad, ze wisten ervan. Opdat wij vanavond hier ter plekke met een klein groepje mensen en u in uw huis, mijn computer of televisie, dat wonderlijke verhaal ook weer mogen horen. Ons eraan mogen koesteren, erover mogen zingen en er stil bij staan. Om straks ook weer wat lichter op weg te gaan. Naar het licht dat onder andere kerst heet en hier in die voederbak begint. Lied om deze kerstavond mee te beginnen. Een lied dat inzet bij het duister, daar begint het mee, maar gaandeweg gloort er wat door de versen heen om te eindigen met de woorden: spreek ons open naar uw licht. Een lied dat zingt van licht, van een nieuw begin, maar tegelijkertijd de ogen niet sluit voor de werkelijkheid om ons heen,
voor alles wat moeilijk is. Het is een bede om licht, beloofd. En we zetten deze dienst in met dat lied, omdat we vertrouwen dat onze hulp is. In de naam van de Heer, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen. Voor het land, zodat wij daarop kunnen wonen. Die ene die altijd trouw blijft, die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen. Daarom mogen we blij zijn en genade, rust en vrede ervaren. En elkaar groeten met de woorden die Paulus sprak. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. Eeuwige God, gij hebt ons tot leven geroepen. En tot op de dag van vandaag zijt gij ons genadig. Wees hier aanwezig, bron van alle bestaan, God van ons allen. Samen verspreid over al die plekken, maar op deze nacht in geloof en verwondering verbonden, vragen wij u, kom met uw woord, spreek ons aan, zegen en bemoedig ons. Waar zouden wij zijn zonder uw licht, zonder uw liefde of levensadem? Wees ons genadig, ontferm u over ons. Zie uw wereld. Het geweld, de zorgen, het stille verdriet, de gemiste kansen. Ontferm u over ons, groot en klein, jong en oud. Maak ons vrij om goed te zijn en open ons met kracht van liefde. Amen.
Waar verwondert u zich, waar verwonder jij je over? En kun je nog verwonderd zijn of denk je in je leven het allemaal wel gezien? Is er niets nieuws onder de zon? Ik hoop dat iedereen die meeviert zich vanavond laat verwonderen. Want als er één feest is dat verwondert, dan is dat kerst. Een feest vol verwondering over hoe het kleine zo groot kan zijn. Over een weerloos kind dat de wereld verandert. Over gewone mensen door God gezien. Over licht dat het donker verbleekt. Over toekomst en vrede waar we zo naar verlangen. Over hoe lief God de wereld heeft. Kom, verwonder je. Laat je vanavond raken op een kerstavond vol verwondering. Dan staat er nu in de liturgie wat mij verwondert. Wat mij verwondert. Maar dan wil ik u allereerst een vraag stellen. Kunnen wij ons nog wel verwonderd voelen? Of vinden we alles heel normaal? Want we leven in een maatschappij waar we heel onafhankelijk kunnen zijn. Waar ik me over verwonder, en dan neem ik u mee naar de afgelopen dagen. We hadden nachtvorst en de dag begon met een heldere hemel. En zo rond 9:00 dan keek ik uit mijn woning, 3 hoog, over witgerijpte velden. En dan kwam de zon aan over de bomen, boven de bomen. Prachtig oranje gekleurd. En een nieuwe dag brak weer aan. En ik dacht, en het verwonderde mij, God is nog trouw. Hij wil nog naar ons omzien. Hij heeft nog geduld met ons. Waar wij, zoveel mensen, hem de rug toekeren. Want de secularisatie viert hoogtij. Kerken lopen leeg. Maar God wil nog met onze nieuwe dag beginnen. Hij ziet naar ons om. En dat is voor mij genade. En dat verwonderde mij afgelopen week. Daar kun je stil van worden. Wat verwondert mij nog meer? Nou, dat ik gezond ben. Ik ben zo gezond dat ik nog redelijk kan sporten. Ik kan nog wat dingen doen. Ik kan nog oppassen op de kleinkinderen en dat soort dingen. Ik ben gezond. En dat is ook niet vanzelfsprekend. Want kom je in verpleeghuizen, ziekenhuizen, revalidatietehuizen, dan zie je zoveel mensen die gehandicapt zijn, aan bed gebonden zijn en niks kunnen. En ik, J.W. van Schaik, hij kan nog alles doen. En dat verwondert mij, want wat onderscheidt mij van die zieke mensen daar in die tehuizen die dat niet kunnen. Ik kan het wel. Wat onderscheidt ons nog meer mij? Of wat verwondert mij? Dan neem ik u mee ook de komende kerstnacht in. U die thuis met ons nu verbonden zijn. Ik neem u mee naar de kribbe van Bethlehem. In de stal van Bethlehem. Daar is de Heer Jezus gekomen uit de hoge hemel. Uit die rijke hemel is hij naar beneden gekomen, arm geworden, om ons rijk te mogen maken. En God had ons mensen, deze wereld, een duistere wereld, had ons zo lief dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft in deze wereld. En opdat een ieder, of in deze wereld, dan mag u ook zelf uw eigen naam, jij mag daar je eigen naam bij invullen. Hij is ook voor jou gekomen. En een ieder die hem lief heeft. En wat is dat dan, dat liefhebben? Nou, dat is dat je Jezus als zaligmaker hebt aangenomen. Dat je hem wil volgen. Dat je hem lief hebt gewoon in heel je doen en laten. Want het heeft ook consequenties voor je hele leven, hem liefhebben. En dan komt die belofte, die ook in de Openbaringen staat. Of in Johannes in dit geval, want
de Heer Jezus spreekt met Nicodemus en dan zegt hij, een ieder die mij lief heeft, zal het eeuwige leven beërven. Het eeuwige leven, dat is een geweldige bemoediging en dat verwonderde me. Want in Openbaringen lees je dan, als hier alles voorbij is, dan heeft het eeuwige leven, geef ons dan vreugde. Want er zal geen verdriet meer zijn, waar hier nog zoveel verdriet kan zijn. Er is geen moeite meer, geen pijn. Alle tranen zullen van onze ogen gewist worden. Dat kunnen we lezen in Openbaringen. En dan mogen we zingen en leven tot Gods eer. En dat wil ik ook aan ieder gunnen. En we gaan straks de kerstnacht in. En de herders gingen in die nacht spoedig naar die stal toe, naar die kribbe. Ze lieten alles achter. Ze haasten zich, ze spoeden zich. Zullen wij ons ook spoeden naar die kribbe om dat kind van Bethlehem te aanbidden. En weet je wat zo mooi is? Je hoeft niets mee te nemen. Je mag met lege handen komen. Want hij maakt geen onderscheid. Hij is voor iedereen naar deze wereld gekomen. En dat verwondert mij. Ik wens u een vredig kerstfeest. Thank you.
Voor we de Bijbel openen, worden we stil en bidden we om Gods geest. God, toen de stille nacht was aangebroken, hebt gij uw licht ontstoken in het leven van hen die bij niemand gezien waren. Een boodschap van boven kwam tot mensen aan de onderkant. Kom met uw Heilige Geest en geef ons dit oude verhaal te verstaan als een steeds weer nieuwe belofte voor alle tijden. Als een blijvende bemoediging voor ons eigen bestaan. Amen. De eerste lezing is uit de profetie van Jesaja. Het is een lezing die we zingen en lezen. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het land aan de overkant van de Jordaan en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver. U hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed. Ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. Thank you.
Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede, voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Ik verwonder me telkens weer als ik de Bijbel lees. En als ik probeer te begrijpen wat betekenen die aloude woorden voor mij. Wat mag ik daaruit leren? Ik maakte een keer de opmerking naar dominee Arie Boelhouwer. En ik zei tegen hem, ik ben continu met de Bijbel aan het stoeien. En hij zei tegen mij, nee Teunis, dat zie je verkeerd. De Bijbel stoeit met jou. En wat ik heb geleerd en mag ervaren door die blijvende verwondering, is dat het Oude Testament het verhaal is van God met mensen. Het Nieuwe Testament, het verhaal van het kind van Bethlehem met God, met mensen. En dat hij zijn boodschap van heil, van liefde en vrede voor elk mensenkind heeft gegeven. Dus deze boodschap, dat wij geborgen zijn in zijn liefde. En dat ook u, ook jij en ik, onze eigen woorden met God, woorden met het kind van Bethlehem eraan toe mogen voegen. Het verhaal van God, het verhaal met het kind van Bethlehem. En dan mogen we geraakt en gedragen worden door Gods geest. En dan mogen wij alle het uitspreken. Dan mogen wij ons eigen testament daaraan toevoegen. Dan is het compleet. En dan mogen wij zeggen, en dan kunnen wij ook oprecht zeggen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Ik lees u uit Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door een stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: Thank you.
tegen elkaar. Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Alle die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Ik verwonder me als ik bedenk dat Jezus geboren werd bij twee heel gewone mensen. Een timmerman en ene Maria. Zij hadden de belangrijkste taak in het leven van Jezus. Toen hij totaal hulpeloos was, hebben zij voor hem gezorgd. Zodat hij goed groot werd en hij zijn belangrijke taak hier op aarde kon volbrengen. Het lijkt alsof God daarmee een ongelooflijk risico nam. Waarom werd hij niet geboren in een paleis, waar de beste medische zorg aanwezig was? Waar hij een opleiding zou krijgen in publiek spreken? Waar het hem aan niets zou ontbreken? Nee, God koos voor twee doodgewone mensen. Naar mijn idee mag dat kracht en moed aan ons allen geven. Dat God ieder mens kan en wil gebruiken voor zijn plan. Velen van ons bovenaan het verlanglijstje staat. Als u een woord zou mogen noemen, als jij nu een woord zou moeten kiezen, wat zou dat woord dan zijn? Weet je wat bovenaan staat? Bij zovelen het woord lange termijn perspectief. Lange termijn perspectief, geen handig woord voor galgje, meer dan de helft van de letters van het alfabet komt erin voor, maar wel een woord dat ons uit de benauwdheid van deze tijd kan redden. Een woord waar verlangen uitspreekt. Lange termijn perspectief. Er weer doorheen zien. Weg met de onzekerheid, met niet weten wat de toekomst brengt. Maar plannen kunnen maken, vooruit kunnen kijken, uitzien naar wat komen gaat, voorpret kunnen hebben. Zonder te denken, zal het allemaal wel kunnen. Lange termijn perspectief. En hoe de toekomst zal zijn of we volgend jaar hier weer zitten in een volle kerk en met iedereen samen kunnen zingen, kunnen bidden, de Bijbel kunnen openslaan, ik weet het niet. Maar dat er kerst wordt gevierd, dat geloof ik wel. Net als dat ik geloof en verwacht dat morgen de zon weer opgaat en er een nieuwe dag aanbreekt. Dat na deze winter de lente komt met knoppen die openbarsten en een jong groen ontluikt. Dat ik geloof, ervaar dat het licht sterker is dan het donker, dat het leven sterker is dan de dood. En als je dat ziet, als je dat gelooft, wat is er dan veel om je over te verwonderen? Zoveel alledaags dat dan bijzonder wordt, zoveel kleins dat dan zo groots is. Als je ziet wat is, als je kijkt met andere ogen, je laat verwonderen. Laten we eens op die manier kijken naar dat bekende kerstverhaal. Is het je wel eens opgevallen hoeveel contrasten de schrijver gebruikt? Hoe de evangelist Lucas twee werelden tegenover elkaar zet. Licht en donker, keizer en kind, herders en hemelmachten, stad en land. Stille verwondering, uitbundige lofzang. En hoe door dat alles heen het telkens weer om licht gaat. In alle toonaarden verwijst Lucas naar het licht dat hier van Gods wegen doorbreekt. Waar die keizer aan de macht is, zijn wil is wet, iedereen moet op reis om zich te laten inschrijven, breekt daar ineens die hemel open. Komt er een heel ander hemelsleger in actie? Komt er naast het verhaal van macht, grote woorden, geweld, een heel ander verhaal te staan over een kind, weerloos,
over toekomst, over verbinding. De boodschap van de evangelist Lucas is doorspekt met verwijzingen naar die oude profetie van Jesaja. Lucas laat prachtig zijn Joodse wortels meeklinken. Zo laat hij zien dat met die geboorte van Jezus niet iets heel nieuws begint. God gaat verder met wat zijn hand al begonnen was. Die woorden van Jesaja, hoopgevende woorden in een tijd vol duisternis, werden ook herkend in die tijd van Jezus en klinken ons ook nu nog actueel in de oren. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Dat is toch een belofte. Het donker van deze tijd, van uw persoonlijk leven, van jouw bestaan. Het donker van deze tijd is niet het einde. Er is een doorkomen aan, er komen andere tijden. Er zal licht doorbreken. En zo zegt Jesaja, dat hangt niet van ons af. God zelf zal zich daarvoor inzetten. Er zal toekomst zijn, er zal licht komen, als dat geen lange termijn perspectief is. God laat niet los. God laat niet los wat zijn hand aan ons begonnen is. Hij wiens eerste woorden in de Bijbel, er moet licht komen, zijn. Zet ons mensen in het licht, hij ziet ons. En wij mogen in dat licht staan, ons gezien weten, gekend, geliefd. En zo worden ook de herders, die gewone mannen, eigenlijk de mensen een beetje aan de rand van de samenleving, door anderen vergeten, niet gezien, in dit verhaal in het licht gezet. Over hen schijnt dat stralende licht. Zij zijn de eersten die het kind zien. Zij zijn de eerste getuigen van hoe God onder mensen komt. En ze gaan op weg om dat goede nieuws te delen. En ze hebben het vrolijk en vol verwondering verder verteld. Het verhaal ging van mond tot mond en klinkt dus ook weer hier vandaag. Als woord van licht. Dat hoop geeft. Verandert. Verbindt. Een belofte van God met jou. Verwonder je. Verwonder je over dit kind zo kwetsbaar? Dit kind dat uitgroeide tot een man die zijn leven deelde en in woord en daad liet zien hoe ontzettend lief God de wereld heeft. Zijn geboorte veranderde de wereld voorgoed. En op het einde van zijn leven leek het of de machthebbers hem toch ten val konden brengen, hem toch de mond konden snoeren. Maar hij was niet te breken. Hij stond op. En het evangelie van leven, hoop, genade, verbinding klinkt tot op de dag van vandaag. Verwonder je over de kracht van dit kind. Open je ogen. Zie wat dit kind zo klein jou kan geven aan licht, aan hoop, aan liefde. Het is kerstavond. Een avond van lange termijn perspectief. Van God die niet loslaat. Lange termijn perspectief. Een woord om mee te nemen in deze kerstdagen. Om je over te verwonderen. Dat het kleine zo groot kan zijn. Er altijd kan zijn. Amen.
Wij gaan danken en bidden. En we besluiten de gebeden met het samen bidden van het Onze Vader, wij hier en u en jij, waar je ook nu ook bent. Laten we samen bidden. Vol verwondering danken we u vanavond dat we mogen vieren hoe lief u de wereld, hoe lief u ons heeft. We danken voor het leven van Jezus en met hem danken we voor ieder die in ons leven goed doet, licht en zegen brengt. We danken voor alle lichtpuntjes in het donker en bidden dat we zelf lichtbrengers in de wereld kunnen zijn. We danken dat we vol verwondering mogen zijn, zien wat is en zingen. We bidden in het donker van deze avond voor elkaar. We weten ons verbonden, maar wat hadden we graag elkaar hier in de ogen gekeken. Samen gezongen, samen hier het kerstfeest gevierd. We bidden voor ieder die deze dagen een dierbare mist. Omdat ze elkaar door corona niet kunnen zien. Omdat verbanden verbroken zijn. Omdat ze iemand aan de dood hebben verloren. We bidden voor ieder die hoop en licht nodig heeft. Lange termijn perspectief verlangt. Schenk ons die hoop, dat vertrouwen, als van een kind. Zo zingen wij. We bidden voor de wereld, voor hen dichtbij, hier in Wageningen, maar ook voor hen verder weg. Voor zoveel is het leven donker, door ziekte, door zorgen om een dierbare, door financiële nood, doordat het water aan de lippen staat. We bidden voor Iljo, uitgezonden naar de Filipijnen, waar nu zoveel nood is na de orkaan. En alle verwoesting die dat met zich meebracht. Zoveel verdriet, zoveel mensen die alles kwijt zijn. Voor vluchtelingen. Voor wie geen plek is in onze westerse herbergen van deze tijd. Zoveel dwalen en dolen, zonder dak boven hun hoofd.
voor al die bange mensen, ontheemd, eenzaam, verdrukt. Wek onze zachtheid weer, dat wij hen zien. Zo zingen wij. Dat we ons toevertrouwen, bidden we. Toevertrouwen aan uw liefde. Zichtbaar geworden in Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als het vandaag gebeurd zou zijn, zouden RTL Boulevard en Shownieuws er geen aandacht aan besteden. Een pushmelding van de NOS zou er niet komen. Geen Instagram story of tweet die viral gaat. En geen talkshowtafel met experts. Nee, als het kindje Jezus vandaag geboren zou zijn, dan werd hij niet ontvangen op een rode loper. Geen glitter. En geen glamour. Hij daalde af en werd ons bloedverwant. Vernederde zichzelf om bij ons te komen wonen. De engelen gaven nog een glimp van wat hij achter heeft gelaten. En nu klopt hij aan om bij ons binnengelaten te worden. Naar die mensen, die geslaagde mensen met een klinkend cv... en een gelikte LinkedIn-pagina, zijn niet op zoek, want zitten die eigenlijk wel op hem te wachten? Ik voel me verlicht en ik verwonder mezelf erover dat het niet aan mijn prestaties ligt of hij interesse in mij heeft. Ik voel me bevrijd dat hij tegen mij zegt, je bent geliefd.
gaan we het kerstfeest in. Jezus is geboren en dat heeft wat veranderd. Er is licht gekomen in het midden van de duisternis. En in dat licht mogen wij elkaar zien. Oog hebben voor de ander. Oog hebben voor onze kwetsbaarheid en onze kracht. Verwonder je om dat verhaal van toen, dat ook nu nog levens verandert. Om God die de wereld, die u en jou zo lief heeft. Om de zon die morgen weer op zal gaan. Om de wereld om je heen, om de mensen met wie jij het leven deelt. Om al die lichtpuntjes in het donker. Verwonder je en ga het kerstfeest ingedragen door Gods liefde, zichtbaar in de zegen die wij ontvangen en die we mogen delen, om waar mogelijk tot zegen te zijn. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Van hier is het kerstfeest. Fijn dat u meevierde. Fijn dat je keek. Voor iedereen, wie je ook bent, waar je ook bent. Gezegende kerstdagen gewenst.